Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ABS Autoherstel Peter Brouwers in Roermond. In een middeleeuwse stad moest ze omhoog kijken om te kunnen genieten van de aangevels. Vandaag doen we het Schet Angers, verkieken naar de straat. We zitten op de Merret in Roermond en verkieken naar het plaveisel. En ik kom aangelopen over de processieweg die gemarkeerd is in de Stein van de Merd. En ik sta nu precies op de kruising van de processieweg. En dat is de weg van de Münsterskerk naar de kathedraal. Maar de andere weg die ook gemarkeerd is, is de Zaltweg. Want het Zalt dat kwam uit het noorden. Roermond als hoofdstad van het Euverkwartier van Gelre had natuurlijk connecties met Gelre. De Zuiderzee, daar werd er nog zalt gemaakt. En dat kwam uit het noorden. Kwam dat de stad binnen van de Zwaanmeckerstraat. En ging naar de zaltopslag die even verder liep. Precies het kruispunt. Als je op een merd zit, moet je daar dus absoluut naar kijken. Wat nog meer op de merd te vinden is, is een gedenksteen met zo ongeveer de geschiedenis van Roermond. We staan hier bij het begin, 1200 tot 1543. En dan hebben we voor het graafschap en later het hertogdom van Gelre. Gelderland dus. We gaan verder, we gaan naar 1543. En in ene keer zijn we Spaans. Wie komt dat? Door opvolging van de hertog van Gelre en Philips II van Spanje, die we allemaal kennen uit de 80-jarige oorlog, die is hier op de Merd ingehuldigd als hertog van Gelre. We gaan weer een stukje wier. We zijn in 1702 tot 1713 en we zijn even in een hele korte tijd onderdeel van de Republiek der Nederlanden. Dus ja, daar waren we niet altijd tevreden over, maar zo goed. Het hoort bij de geschiedenis en we waren dus onderdeel even een paar jaar van de Republiek. We gaan verder en dan komt een hele leuke periode, 1713 tot 1792. En door erfopvolging van de Habsburgers gingen we ineens Oostenrijks weren. Net zoals de zuidelijke Nederlanden, dus zeg maar het huidige België. En we werden vanuit Wenen bestuurd via Brussel. Beroemde namen uit die tijd zijn Jozef II, Maria Theresia enzovoorts. We waren met plezier Oostenrijks. We gaan weer. We komen in 1794 aan en tot ongeveer 1814. Ik denk dat dat nog even wel wat langer is geweest. Werden we gewoon Frans en verheurden niet bij het Koninkrijk Holland. Nee, we waren gewoon een onderdeel van de Franse Republiek. En dat werden later, onder Napoleon, het Keizerrijk Frankrijk. We waren Frans. En de burgemeester van Roermond, de maire, die moest naar Parijs rapporteren wat er in de afgelopen week gebeurd was in Roermond. Dus we waren echt gewoon Frans. Met groot plezier. We gaan verder. Nadat Napoleon verslagen is, komen we voor 1814 tot 1830 bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Door het Weense congres in het leven geroepen. Dat waren een unie eigenlijk van wat het huidige Nederland is, het huidige België is en het huidige Luxemburg is. Jo, en dan gaan we weer hier. Dan werd het 1830 en dan duidt Roermond met groot plezier met de Belgische Revolutie. En in 1830 vond dat plaats in Brussel. Heel verhaal aan zich, maar veel werden met heel veel plezier Belg. En dat zijn we gebleven tot 1839. En toen kregen we een probleem. Toen werden
zeg maar het hertogdom Limburg, wat nog altijd besting, werden geruild voor een groot gedeelte van Luxemburg. En zo werden weer Nederlands. Het Koninkrijk der Nederlanden, daar horen weer min of meer bij als aparte provincie, apart hertogdom, van 1839 tot nu. Ja, daar is een hele hoop over te vertellen. Verzin lang ook nog geen provincie geweest, maar een hertogdom geweest, apart dus. En lieten ons ook geer zo besturen. Eén stukje van de geschiedenis is hier niet terug te vinden. Dat zal hier eigenlijk tussen moeten. Van september 1944 tot 1 maart 1945 hoorde Remun bij de Gauw Düsseldorf. We waren dus Duits geworden. We waren gewoon ingeliefd bij het Duitse Rijk. En dat zal hier eigenlijk tussen moeten. Nou, kijk omhoog in een middeleeuwse stad, maar soms moest ze ook omleeg kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.